Abonneer nu. Bij 110.000 abonnees doe ik een giveaway. Dus deel nu met je vrienden. Deel met alles en iedereen die je kent. Dan kan je winnen. Veel plezier met kijken. Ik zie wat jij niet ziet. En het is... rood. Jouw moersleutel. Ja! Ik krijg goed zo, Gerard, hè? Hé. Ja, mijn auto was stuk, dus ik moest het stukje lopen. Nou. Nou, wil je bij mij wat kopen? Wat een idioot, hij loopt gewoon tegen mijn auto aan. Goeiedag, kan ik je helpen? Ja, ik had die laatst wat besteld, maar ik heb niet af kunnen rekenen. Wat had je besteld? Toos, wat doe je achter de kassa? Je mag hier aan. Sorry, wie bent u? Met jou, Henkel. Toos, je mag niet achter de kassa. Hallo meneer, ik werk hier. Wilt u even aan de kant? Okay, hallo meneer. Ik had donuts en ik had wat bij Gerard besteld, maar ik heb nooit af kunnen rekenen. Pak het hele schap maar. Meneer, niet zo voordringen voor je beurt aan de kant. Ja. Goed zo. Er zijn toch twee mensen? Ja, maar ze zijn niet capabel om twee mensen te helpen. Nee. Nou, dan hoeft u niet gelijk te slaan. Dus twee halve is één hele. En ja, nu ben ik een kwartje. Dus ga weg. Nee, maar ik had wat besteld. En ik moest nog afrekenen. Nee, maar Gerard is weggelopen. Nee, van het huis. Meneer. Van het huis. Jij zei 20.000 euro. Meneer, de slushpuppy heb ik opgedronken. Ik heb die direct van de prijs afgetrokken. Omdat u hem technisch gezien wel heeft gekocht. Oh, maar hoeveel moet ik nou nog betalen? En ik heb de donuts opgegeten. En die heb ik ook van de prijs afgetrokken. Want die heeft ze ook niet gehad. Waarover moet ik nou betalen? Niks. Maar ik moest 20.000 euro betalen. Oh ja, nu 30. Ja, maar dat heb ik niet. Ik heb alleen 5.000 euro. Ja, nee, 6. Nee, 5. 4 en mijn deal. 4, deal. Ja. Nee, 2. 2 en mijn deal. 4,5. Nee, doe dan maar 3. Doe maar 3. En een half. Nee, 7, 150. Nee, ik heb maar 5. 10 euro. 5.000. Deal? Ja, oh, no deal. Ja, oh, kijk, afgetroggeld. Zo doe je dat, meneer. Hier. Ja, ik zie het. Oké, jij wil 5.000 euro voor mij? Ja. Dan krijg ik mijn dingen. Zo. Heb ik knap gedaan. Alsjeblieft. Meneer, mag ik het even natellen? Het is hij 5.000 euro gegeven. Ja, en nu wil ik mijn nootmuskaatkoekjes. Maar Henkie, wil je dat geld nog terug? Nee, ik wil mijn nootmuskaatkoekjes en mijn donuts. Oh ja, ik ga wel even pakken. Kijk eens meneer, hier zijn er nootmuskaatkoekjes. Oh, top. Nou, dankjewel. Fijne dag, Ida. Doei. Nou, opgelicht. Lekker veel donuts voor weinig geld. Nou, kijk eens, zo lig je dus iemand op. Ik heb ze gewoon 5.000 euro betaald en nu krijg ik zoveel donuts. Nou, die mensen zijn echt niet goed hoor, dat ze die deal aannemen. Die snappen niet hoe geld werkt. Hallo meneer. Hallo. Wat heeft u in die doos? Donuts. Mag ik een donut? Nee. Meneer? Nee. Mag ik echt geen donut? Nee. Wacht, u was die meneer die mijn bordje had gestolen. Nee. Iedereen de winkel uit. Jullie worden allemaal gevorderd om bij deze de winkel uit te gaan. Bij de tweede vordering worden jullie allemaal aangehouden. We hebben een groene broodje. Meneer, je mag 3 vordingen. Dan bij de vierde vordering haal ik je de winkel uit. Bij de vierde. Ja, de agenten zijn er al. Zet je even aan de kant. Henkie, ja? Je hebt problemen. Hoezo? Je moet volgen. Je moet volgen. Doei! Oh, probleem. Ja, nou heb je een probleem. Nee hoor, kijk maar. En dan, daaruit. Top idee dit. Dit verwacht hij nooit. En dan nog een rondje op, dat is niet zo slim. Ah ja, en dan nu links. Oh. Nee, dit verwacht hij nooit. Nee. Henkie, wat ben je toch een ervaren coureur? Ik ben de meest ervaren coureur die er is. Oh. Jou moeten we vaker inhuren. Hier, nu zijn we thuis. Ja. Welkom thuis, jongens. Ja, welkom. Ik heb hier een bed voor jou opgemaakt, Toos. Deze toch? Ja, ze zijn ons oprecht kwijt. Je was dakloos. Ja, een tijdje geleden wel. Maar dit is jouw bed, Toos. Kom mee, of nee, trouwens, kom mee. Dit is je bed, hier mag je slapen. Oké, dan. Dan ga je hier, gaat Gerard op de bank en dan mag ik in die stoel. Gerard, kom. Vind het leuk dat de politie ons oprecht kwijt is? Ja, kan jij maar op de bank, Toos, op dat bed daar en ik op deze stoel. Zou ik de politie bellen? Deze slaapzak. Bel de politie maar, joh. Hoezo zou je me eigenlijk bellen? Ja, zo wel goed. Oh ja, ze zocht ons. Zeg maar dat we hier zijn. Ja, die is perfect, Toos. Hebben jullie nog wat leuks te vertellen? Ja, we zien een kampvuurverhaaltje. Gerard begint. Maar ik zie geen kampvuur. Het was 1920. Ja, de bedden waren hard. De bedden waren hard. Maar. Toen op datzelfde moment. Datzelfde moment. Het moment. Henkie aan. Henkie kwam aan. Ja, Henkie. Op zijn skielers. Op zijn skielers. Maar op dat moment. Maar. Op dat moment. Op dat moment. Met Toos in één keer volledig kaal. Overal. Toos ineens kaal. Plekken op zijn hoofd. Ja. Oh, kaal. Het is een echt gebeurd verhaal dit. Echt gebeurd. Ja. Echt gebeurd. Maar toen. Het was het ergste aan de hand. Het ergste was aan de hand. Hand. Henkie vloog in de fik. Maar! Fik! Niet voor lang. Wat toen kwam Gerard de Draak. Gerard de Draak. Die heeft Toos volledig opgekaand. Zijn kale knakker. En dit was het. Nou, dat klinkt wel leuk. Gerard, jij moet een boek schrijven, denk ik. Er was eens. Gerard. Eens. Eens.
1, 2, 3, 4. En dat was het. Inspirerend, hè? Jij ja, moet ook een boek schrijven. Ja, die was ook inspirerend, hè? Dat was echt heel mooi. Zullen alle drie de politie bellen? Mag ik geen verhaaltje doen? Nee. Oké, nou mijn verhaaltje. Ja. Er was eens. 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 Een hele grote slang. Slang. Vis. Vis. Ja. En die zwom. En die zwom. Kijk, ik had het goed. In het water. In het water. Op het land. En in het riool. Riool. Op de weg. Op de weg. En hij kwam naar boven. Naar boven. Onder. Onder. In alle wc-potten. In alle wc-potten. En dicties. En dicties. En dicties. En dicties. En als je dan ging zitten op die wc-pot. Pot. Deurbel. Deurbel. Dan nam hij zo een hap. Hap. Lik. Weg. Einde verhaal. Nee. Oh. Maar op een dag kwam Henkie. Henkie. De grote Henkie. Grote Henkie. En weet je wat er ruimt op Henkie? De politie die daar staat bij het hek. Waar? Rechts van jou. Oh, daar ben je. Ik zie ze. Nou, daar heb je daar geen hoor. Goeiedag, kan ik u helpen? Je bent valse 1T-meldingen aan het maken, meneer. Toos! Toos! Wat heeft Toos gestuurd? Dat dat niet de bedoeling is. En, nou, meneer, we kregen net een stop tegen, hè, maar we waren gevlucht. Ja, maakt me op zich niks uit. Nou, dan niet, hè. Nou, dag! Sla maar! Sla maar, ik ben twee donk! Gerard, sla dan! Ik ben twee donk! Moet u niet weglopen, is niet handig. Gerard, sla een home run. Zullen we Gerard achterlaten? Ja, vind ik prima. Toch oude vent. Ja, daarom. Die gaat vast wel dood hier. Doe Gerard! Nee. Zo, Gerard is niet langer. Jeetje, mina zeg. Gerard is niet langer. Wat wil ik daar moe van? Stap in. Hé, hey, Gerard, lang niet gezien. Lang niet gescheten, wil je dat nou zeggen? Nee. Stripclub. Ja, kom terug. We gaan naar de stripclub. Tot zo, Henkie. Naar de stripclub? Ja, we hebben daar een afspraak. Oké, we gaan via de geheime Henkie ingang. Dat is goed. Hij weet geen idee dat we hier zijn. Oh, hij is achter ons. Kom, hij heeft geen idee dat we hier zijn. Stap ja, uit. Ik zit er nog uit, of? Ja. Stap uit, hij is open. Nu nee. Stap uit. Kom, hij heeft geen idee dat we hier zijn. Kom. Hallo. Kom. Oh, de stripclub is niet open. Hallo. Wat is er nou? Waarom had je me uitgescholden net? Toen ik langs je reed. Heeft iemand je uitgescholden dan? Ja. Wie? Gerard. Wanneer? Ik wil eruit. Gewoon normaal. Mag eruit. Ik zou graag eens de reden willen weten van de opa's. Nee! Ik weer eruit laten. Nee. Zo. Hé, hey, goed zo, Gerard. Rijden, Gerard. Oh, hij heeft je scooter gestolen. U mag wel even. Nou, Gerard, daar gaan we. Op de scooter. Hij bedreigt me met een mes. Hij bedreigt je met een mes. Dan pakken we hem. Blijf van hem af, hoor. Ja, idioot. Zo, ik heb zijn vriend, jongens. We nemen zijn vriend mee. Wat? Ben ik zijn vriend? Afstand houden. Ja. Laat hem instappen. Doe de deur op slot. Ja. Kan je nemen mee? Ik ga achter me aanrijden, Martijn. Gerard, pak zijn communicatie af. Communicatie af, snel. Oké. Alles, snel! Zo. Ik heb zijn nu voor de strippen. Pak snel alles af! Hij kan nu niks meer. Hé, hey, maar wat is nou de planning, jongens? We hebben jou van je vriend ontnomen. En nu zijn we hier op een speciale plek. Hier kan hij je nooit vinden. Hier kan hij je nooit vinden. Loop maar even mee. Ga maar even hier op de bank zitten. Vertel me. Ja, vertel me. Je verhaal. Je verhaal. Je verhaal. Mijn verhaal. U moet uw verhaal kwijt. Mijn verhaal. Nou, ik kwam rustig aanrijden hier. 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 Nee, niet hier. Bij de stripclub daarachter. Daarachter, ja, waar ik jullie ontmoeten. Ik zag dat jullie als een gek de bocht opkomen. Komen. Ik denk, ik ga even kijken wat er aan de hand is. Hans. Hendrik, het is goed om weer. Hij heeft ons gevonden. We moeten hem nog over aan het vuur. Ja, en meneer, komt u maar mee. Je verhaal is klaar. Kom mee. Ik kom mee. Komt u maar mee? Ik kom voor hem. Ja, komt u mee. Je moet even meekomen. Kom maar. Hij gaat eens even mee. Kom maar. Nou, hier. Op het vuur. Ga er maar even op. Ja. Anders krijgt u een probleem. Tegen het vuur aan. Duwen. Pak hem vast. We duwen hem erin. We duwen hem erin. Oh, meneer, wat doet u nou? We duwen hem erin. Ik hou hem bij Sander vast. Meneer, niet springen. Gewoon inlopen. Nee, ik ga er niet in staan. Ik hou hem vast. Ik hou hem vast. Ik duw hem. We duwen hem. We duwen hem. Ik hou hem vast. Daar kan geen kant op. Kom, daar gaat hij. Ja, nee. Hey jongens, ik denk dat jullie een probleempje hebben. Help, voor de voet! Wat is er aan de hand? Help! We worden ontvoerd! Help! We worden ontvoerd! Hij wil ons in het vuur douwen! We worden ontvoerd! Help! We worden ontvoerd! Oh help jongens! Help! Toos op je knieën gaan zitten! Help! Toos, kom hier! Geen dat op je knieën! Ik zit op mijn knieën! Gaan zitten dan! Ik zit toch al op mijn knieën! U heeft de man niet witte pak nodig!
de agenten zijn om ons te helpen hier. Henkie? Ja? Ik wil even dat jij je handen daar op de muur zet. Dus maar ik ben blij dat u hier bent. Ze wilden hem in het vuur gooien. Ze wilden jou in het vuur gooien. Ze wilden ons in het vuur gooien. En Toos ook en Gerard ook. Meneer, we waren zo bang. We zijn helemaal niet zo sterk. Ze hebben ons over mee. Waar is je baard? Ik ben zo bang. Ik ben zo bang ook. Als jullie even afstand van elkaar houden. Je moet echt oppassen voor die andere twee. Nou, Henkie, als jij even deze kant op kunt komen. Wat is allemaal gebeurd? Ik heb het maar half meegekregen. Nou, Gerard werd gebeld door die mensen daar. En toen gingen we naar ze toe. Moesten we bij de stripclub afspreken. Ik vond het al een rare plek ten eerste. En toen, ik hoor Toos, wacht. Toos, niet zo schreeuwen! Wij gingen daar dus heen, heel leuk. Toen gingen ze ons intimideren en zo. Toen gingen ze ons niet meer weglaten uit een hokje daar al. Ik word gebeld. En toen moesten we weg. Als in, toen mochten we niet weg, natuurlijk. Maar toen ben ik tussendoor gesprongen. Zodat ik net op tijd weg kon, zijn we in de auto gestapt. Toen zijn we meegegaan met die witte, die wilde niet meer uitstappen. Toen zijn we hierheen gegaan. We zaten al eerder vandaag, we waren gewoon aan het zitten. En toen dachten we, nou dan weet je, dan mag je je verhaal ook doen. Hoe je met ons mee bent gegaan. Dan hebben we zijn verhaal laten doen. En toen ineens wilde die ons in het vuur douwen daar. En toen kwam die andere met die zwarte en die belde de politie. Waar ik heel blij mee was, want ik had geen tijd om de politie te bellen. Omdat ik ons in het vuur wilde douwen. Dus ik snapte het niet. Nee, dat klinkt inderdaad als een beetje een rare situatie. Ja, maar ik ben in ieder geval blij dat jullie er zijn. Anders was ik in het vuur gevallen. Nee, maar we gaan even ook hun verhaal uithoren. En dan gaan we even kijken wat we het beste kunnen doen. Ik wil jij nog wel even meegeven dat een moersleutel op zich niet een ramp is als je die bij je hebt. Maar laat hem even in je auto liggen. Ik zou hem gelijk in mijn auto leggen. Ook. Henkie, ik ben zo bang. Ik ook. Ja. Ik heb alles aan de agent verteld. Heb je ook verteld van die man met zijn rugstuk, met zijn mes en zijn knuppel? Ja. En toen wilde hij ons in het vuur douwen. Ja, met een mes en een knuppel. Ja, en toen... En die andere, die belde de politie. Ja. En ik snapte dat was wel helemaal verwarrend. En dan... Ja. Ik denk die komt ons helpen. Ons de schuld. Ja, ik denk die komt ons helpen en dan geeft hij ineens ons de schuld. Die man met die rugzak heeft en een mes en een knuppel. Maar laten we even bij de situatie blijven. We kunnen met vingers gaan wijzen, maar de voorwerpen die jullie bij je hebben... Ja, dat klopt. Maar iedereen weet toch dat wij... Ik mag toch een moeder Maar hij heeft een mes bij jou. Ja, oké. Okay, maar het liefst in je auto, dat klopt inderdaad. Die heb ik ook niet afgenomen, maar... Nee, oké. Een knuppel en een mes gaat... Ja, dat is... Slaat nergens op. Kijk, hij gaat er vandoor op zijn scooter zometeen. Pas op. Bijt je ons een beetje voor de rechter. Ja, terwijl wij zijn in het vuur wilden doen. Ik bedoel... Ja. Ja, hè? Dat hij op dat moment daarbij stond, ja. Ja, hè? Ongelukkig moment. Ja. Willen we aangifte doen tegen hun? Ja, absoluut. Wat is er aangetroffen? Ja, inderdaad, ik ben ook wel aan de mens. Oh, kijk, we zijn er toch. Waarom zouden wij ooit iets iemand aandoen, jongens? Kruisig hem. Hij wilde ons opsluiten bij dat hek. Ja, en toen is hij vrijwillig helemaal hier naartoe meegegaan. Toen hebben we hem zijn verhaal laten doen dat hij er toch was. En ineens wilt hij ons niet, zoals hij zei. Ja, zegt hij eerst ook. Hier is jouw erfstuk terug. Oh, bedankt meneer. Je wordt momenteel niet vervolgd, aangezien je schuld niet bewezen is. Nou, we zijn er nog best goed vanaf gekomen, jongens. Ja, stil totdat we weg zijn. Oh, wat hebben wij hier zielig leven. Oh, wat hebben we meegemaakt, die jongens. Ik ben zo bang. En ik voel me ook niet op mijn gemak nu met hun. Ik ben zo bang. Dit is echt niet te doen. Ik denk echt dat we gewoon doodgaan als we langer met omgaan. We moeten hier echt weggaan. Gerard Rijmaar. Ik ben ook zo ontzettend bang. Stap in, jongens. We moeten ook zo los. We hebben hem, jongens. Wat een sukkels. Nou, rij maar weg. Oh, ik ben zo bang. Wat een sukkels. Nou, dat geloofden ze nog. Ja, maar dat was gezellig. Dat was echt eenmaal ons. Wij wilden ze in het vuur douwen. Ja, en ik heb mijn mes ook nog. De auto zit op slot. Die zit op slot. Oh. Met Henkie. Hoi, vond je dat nou nodig net? Wat? Mij in die auto douwen. Wanneer? Wie bent u überhaupt? Met wie spreek ik? Ja, ik ben die man in dat witte pak. Die in die auto moest duwen. Nee, jij stapte vrijwillig in. Nee, vrijwillig. Met een mes, een hongerknuppel en een sleutel. Nee joh, jij stapte gewoon in. Wij wilden gewoon weg, want wij waren bang voor jou. Joost, ga even denken. Nou, jij moest denken. Wat? Ja, wat? Oh ja. Nee, jij moest denken, Gerard. Wat? Wat? Oh wat? Ja. Oh ja. Wat? Toos, ga even denken. Ga even denken, Toos. Wat? Even denken. Wat? Gerard, jij moest even denken. Gerard, je moest even denken. Kijk, Toos, als ik trap tegen die blauwe ding aan. Nee. Doe het, Toos. Nee, jij. Nee, trap er tegenaan, vertrouw me. Nee, jij eerst. Jij eerst. Jij eerst. Oké, steenpapier schaar in de miespier. 3, 2, 1, ja. Nee! Ik wil het niet. Henkie. Ja.